Mijn naam is Sophie Innetveld. Ik ben lid van het Europees Parlement voor D66 sinds 2004. En ik maak me al 10 jaar hard voor de burgerrechten en de privacybescherming. En hoe belangrijk dat hebben we in de afgelopen jaren wel gezien. En een van de punten uit de charter waar ik me bijzonder op wil concentreren de komende jaren is openbaarheid van bestuur, ofwel transparantie. De overheid weet steeds meer van ons en wij weten steeds minder wat de overheid doet. Maar in een echte, volwaardige democratie moeten burgers kunnen controleren wat hun bestuurders en vertegenwoordigers doen. En daarom zet ik mijn hart in voor openbaarheid van bestuur. Dat wordt een van de kernpunten. En als jullie dat ook belangrijk vinden en als jullie een sterk Europa in de wereld van de 21ste eeuw ook belangrijk vinden, een sterk Europa dat zich ook hard kan maken voor de privacy van 500 miljoen Europese burgers, ga dan in elk geval stemmen op 22 mei bij de Europese verkiezingen.